Dit is het hoofdkwartier, een verbouwde garage in Breda. Goedemiddag, zouden we in filmproducties met de Mara. Hier werden 5 documentaires bedacht die draaien op het Nederlands Filmfestival. Ik ben wel tevreden, ja. Zij heeft er 1 gemaakt. Ja, Nicky Maas. En ik ben geen familie van Dick Maas. De documentaire De Kleine Prins over een jonge fotograaf. The time has come again. Het speelt zich af in het dorpje Feyenaard. Dat is de thuisbasis waar zijn ouders nog wonen en waar hij heel vaak naar terugkeert. En het speelt zich af in de stad Breda, waar hij woont en uitgaat. En Rotterdam, waar hij studeert, fotografie. Documentaires van Zuiderwind scoren vaak goed op festivals. Waar ligt dat aan? Wat is mijn geheim? Nou ja, kijk, in principe is het iets wat je aan anderen moet vragen, want die kunnen dat beter beoordelen dan ik. Oké. Okay. Nou, de hele film was er niet geweest zonder Joost. Daar kan ik heel kort over zijn. Ja, door zijn vertrouwen. Wat zijn de 3 gouden regels voor een goede film? Holy shit, die bestaan niet. Ja, ik kan er heel kort over zijn. Omdat Zuiderwind, die maakt zo'n goede films eigenlijk vanwege Joost. Joost is gewoon keigoed. Ik vind Joost de beste producent die er is. To where she would have been. Het is ook een soort tovenarij. Het is een soort mysterie. Je doet ontzettend je best. Hele goede creatieve mensen zijn erbij betrokken. Iedereen werkt heel erg hard. En soms komt er in één keer iets heel fantastisch tevoorschijn. Soms komt er iets goeds tevoorschijn. En soms komt er iets tegenvallends tevoorschijn. En dat is gewoon zo. Voor die kleine dingen, als het gewoon helemaal misgaat. Ik zit er doorheen of het loopt niet lekker. Dan bel ik hem op en dan helemaal paniek, huilend. En dan zorgt hij echt voor een soort van rust. Van hey, luister, heb vertrouwen in jezelf. Hij zorgt voor zelfvertrouwen. Het regelen en organiseren van films is in de loop der jaren wel lastiger geworden. We zitten in tijden van bezuinigingen, dat zal niemand, dus dat voelen wij natuurlijk ook. Tegelijkertijd zie je ook dat allerlei maatschappelijke ontwikkelingen als meer controle, dingen vanuit wantrouwen benaderen in plaats van vertrouwen. Contracten die ik krijg van omroepen, met name van landelijke omroepen, contracten van 20 pagina's waar ik denk van Jezus Christus, wat moet ik hiermee? De praktische omstandigheden waarin je dingen maakt en produceert, die worden niet makkelijker mee. Is dat voor jou ook een reden om af te gaan bouwen? Want je gaat minder werken, hè? Ja. Nou, ik wil me eigenlijk alleen nog maar met de inhoud bezighouden. Dus ik heb zoiets, al dat geregel, al die financiële verantwoordelijkheid, al die zakelijke verantwoordelijkheid, daar wil ik van af. Kijk, zit hier een draadje. Die moet je hebben. Hoe loop ik door Utrecht? Ik ga daar gespannen naartoe, want ondanks na 30, 35 jaar ben je nog steeds gespannen voor een première. Dat is gewoon zo, vol verwachting. Ik ga zondag heel erg opgedoft naar Utrecht toe. En vol zenuwen. En het leukste is om de afloop lekker met een biertje in je hand rond te lopen. Van iedereen te horen wat ze ervan vinden, et cetera. Maar ook, als ik heel eerlijk ben, een beetje verdrietig. Misschien gek om te zeggen, omdat ik weet dat het Joost zijn laatste NFF-première is als producent. En ik vind het zo erg dat ze stoppen. Zuiderwind stopt, dat ja, toch ook een beetje bedroefd ben. Dat het dan de laatste première is bij de NFF.